Wat is up, dames en heren? Goedemorgen, althans, het is een morgen waar ik op dit moment ben. Thuis, donderdag, matchday, Ajax tegen VVV Venlo. En dit is een van nog twee wedstrijden te gaan. En dan zit het seizoen er officieel op voor ons. Helaas, het is allemaal veel te snel gegaan en we kunnen zeker allemaal wel wat afleiding gebruiken. Gaat het 13-0 worden, zoals in die uitwedstrijd? Ik denk het niet. Maar laten we heel even gaan kijken naar de opstelling, jongens. Alvarez is er niet bij. Die is inmiddels naar huis gestuurd. Daar gaat Kudus voor in de plaats spelen. Waardoor Klaassen niet een linie zakt, maar wel iets achter de nummer 10 positie gaat spelen. Op de plek waar Alvarez eerst speelde. Dan hebben we Rensch, Timber, Martinez en Tagliafico, die ook al naar huis is. Dan denk ik dat we Mazraoui daarvoor in de plaats zetten. Rensch op linksback. Neres rechtsbuiten. Tadic linksbuiten. Beetje een verloren seizoen ook voor Sean Kleiber natuurlijk. En voor Idrissi. Die allebei overkwamen, maar niet echt de speelminuten kregen. Ik denk dat dit hem gaat worden, jongens. Waarom Neres in plaats van Anthony? Dat heeft niet zozeer met het spel te maken. Maar vooral het feit dat Neres deze zomer verkocht moet worden. Ajax moet verkopen. Zoveel is duidelijk. Dus dan moet hij wel in de etalage gezet worden. Want deze jongen kent niet een fantastisch seizoen. Niet zo goed als de jaren ervoor. Laten we het daarop houden. Gaan we nu naar de wedstrijd. It really is a perfect day for football here in Amsterdam at the Johan Cruyff Arena. 13-0. Wat was dat een wedstrijd, zeg. In Venlo. Volgens mij een van de eerste wedstrijden van het seizoen. Een goede wedstrijd ook voor Lassina Traoré. Ja, jongens. Wat een gekkigheid was dat, zeg. All that chat in the dressing room. All that stops now. It's put your game face on. Get down to it. I'm really. Ik had de vorige voorspelling niet goed. Ik had voorspeld dat Feyenoord zou winnen. Maar het was helaas niet zo'n bijzondere wedstrijd. Ajax op halve kracht met twee vingers in de neus 3-0 winnen. Dan is het natuurlijk nog wel hilarisch dat van de drie doelpunten de twee eigen doelpunten zijn. En de één penalty wordt gemist. Het was verder niet heel erg leuk om naar te kijken, toch? Laten we daar heel eerlijk over zijn. De klassieker stelt al jaren niet zo heel veel meer voor. En dat is jammer. Ik bedoel, Feyenoord is natuurlijk gewoon een prachtige club. En niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Dat is helemaal prima. Maar als je het over tradities... Jezus, wat is dit een slechte bal. Als je het over tradities hebt, dan is Feyenoord toch wel een mooie altijd voor Ajax. Kijk! Dit is lekker gevoetbald, hoor. Nee, maar Ajax heeft gewoon een sterk Feyenoord nodig. Waarom? Dat geeft de competitie wat meer kleur. Dat geeft de klassieker wat meer schwung. En daar wordt iedereen beter van. Goeie goal, zeg. En een mooi een tweetje opgezet met David Neres. Die geeft hem perfect terug op Kudus. En die kan hem dan eenvoudig binnenschieten. Kudus leek eigenlijk weer een beetje wat beter in te vallen tegen Feyenoord. Kent ook niet een hele sterke periode. Heeft natuurlijk die zware knieblessure gehad. En heeft nog steeds de oude vorm niet teruggevonden. Erg jammer, want hij was aan het begin van het seizoen absoluut een smaakmaker. Voordat hij geblesseerd uitviel tegen Liverpool. Maar zijn tijd komt nog wel. Een groot gedeelte zal natuurlijk tussen de oren zitten. Voor de rest zul je misschien ook fysiek nog wat ongemak voelen. Als je die documentaire hebt bekeken, dan zie je dat de knie nog wel wat stijf is. Nou ja, hoort er allemaal bij. Hey, we moeten het sowieso even hebben over het grote nieuws van deze week. Want Ajax, they did it again, jongens. They did it again. Ongelooflijk, wat een... Het voelt bijna denigrerend om het een marketingactie te noemen. Maar het is natuurlijk wel een marketingactie. Maar Ajax, die de kampioenschaal omsmelt voor 42.000 seizoenkaarthouders. Dat is toch wel een marketingplooi
van het niveau boss level, hoor. Jezus. Wat een goede move is dat geweest. Echt zeker na zo'n seizoen. Het was mooier geweest als het het 40ste kampioenschap was. Want dan kregen we een extra ster natuurlijk op de borst. Dan had het helemaal geklopt. Maar dit is een prachtig gebaar van de club. Een fantastische video zat er ook bij. Op het moment dat Overmars met twee koffertjes door de Amsterdamse straten heen wandelt. Ah, dat was mooi. Hoppa! En weer Kudus. Ik heb het al vaker gezegd. Kudus is in FIFA 21 echt een heerlijke speler om in je team te hebben. Veel diepgang. En je ziet, hij breekt gewoon die verdediging daardoor open. Een simpel steekballetje. Volgens mij dit keer van Haller. Ja, hier is hij. En gewoon een goed schot. Keeper ziet er niet goed uit. Moet er natuurlijk wel de korte hoek hebben, maar... Ja. Eenvoudig doelpunt weer. En wederom... Een doelpunt van Kudus, jongens. Een doelpunt van Kudus. Maar wat ik zei, een prachtige actie van Ajax. Het laat zien dat de club echt op een hoog niveau staat. Nederland gezien op alleenzame hoogte. En kijk je internationaal, dan behoren we wat dat betreft, nog niet qua voetbal, horen we echt bij de top van de wereld gewoon zelfs. En daar ben ik best wel trots op. En daar komt VVV de aansluitingstreffer binnen. Deze zag ik niet aankomen. Wat verliest Martinez daar? Eenvoudige kopduel, zeg. Er leek helemaal niks aan de hand. Er leek echt helemaal niks aan de hand. Even terugkijken. Goeie voorzet wel. Ja, eenvoudig. Het is niet Martinez. Het is trouwens Rensch. Maar die wordt hier eenvoudig geklopt. Staat voor zijn man. Ja, moet deze gewoon winnen. Moet deze gewoon winnen. Slecht verdedigd. Helaas. Nou, dan kunnen we weer aan de bak. Want ik ben er haast wel van overtuigd dat dit weer een moeilijk potje gaat worden op deze manier. Dusan Tadic. Tadic er doorheen. Tadic. Surely. Oh, waarom? Really good defending, you've got to say. Waarom kopt Kudus hem daar niet binnen, hè? Het is ongelooflijk. Ben ik nou zo slecht in kopballen? Mashash. Weten we het vorige week nog? Ryan Gravenberg. Voor open doel. Naast. Nu ook weer. Lijkt alsof Kudus hem daar gewoon eenvoudig binnen kan koppen. Ik bedoel, deze bal was veel simpeler dan de tegengoal net. Post. Maar het mocht niet zo zijn en VVV begint te voetballen. En lijkt toch op zoek naar die gelijkmaker. Kijk, ze mogen gewoon weer vrij aannemen hier. Goed ingegeven door Timber. Timber. Moeten we het ook heel even over hebben. Wat maakt deze jongen een fantastisch seizoen door? Sorry Per Schuurs. Timber heeft je aan de kant geschoven. En het lijkt er niet op dat dat één op korte termijn gaat veranderen. Ik denk het niet. Wat voetbalt Timber volwassen? Met bravoure. Dribbelt in. Sterk. Verdedigend kan hij nog wel wat beter. Maar maakt minder fouten als Schuur zelf. Dat, ik heb het idee dat het echt een hele grote gaat worden. Theo Jansen zei het ook al van de week. Kudus. Had ik iets harder moeten schieten, denk ik. Dan was hij er wel in gegaan. Nou, was nog wel de tijd voor. Maar helaas. Toch als Ajax zijn er wel hier even nog een extra doelpunt voor. Even voor zekerheid gaan. Mazraoui hier aan de bal. En je ziet het wel meteen. Zet je Klaas op deze spot. Komt hij toch een stuk minder vaak voor in het spel. Ach. Able to close down the shot. En twee keer het schot gesmoord. Vrij eenvoudig, moet ik ook wel zeggen, hoor. En wij in omschakeling. En hier zijn we kwetsbaar, ben ik bang. Dit is een bal waar Sergino Dest nog van de week aan onderdoor ging. Die viel bijzonder ongelukkig in bij FC Barcelona. Mijn hart bloedt een beetje voor FC Barcelona. Niet omdat ik een FC Barcelona fan ben, maar... Als ik zie van waar ze hebben moeten komen dit seizoen. Wat Ronald Koeman heeft gedaan met de beperkte spelersmateriaal. Ik denk toch wel echt het slechtste Barça in jaren. Echt in jaren.
niet zo slecht geweest qua selectie. Ook nog pech gehad met blessures. Aan het begin van het seizoen een saboterende Messi. En dan toch nog tot bijna de laatste speeldag meedoen om het kampioenschap. Erg knap. En de manier waarop ze dat tegen Granada en Levante verspelen. Erg pijnlijk, maar ja, hey. Voetbal is hard, man. En als je niet wint, dan ben je gewoon simpelweg niet goed genoeg. Oh, nee. Wat wordt daar verkeerd ingegrepen, man? Timber met de dribbel, wou ik zeggen, maar... Daar werd ik iets te gretig. En nu worden we weer naar achteren geduwd. En ik ben bang dat hij hier een steekballetje gaat geven. Zie. Jezus! Ach, jongen. Houd toch op, zeg. Wat is dit nou? Echt. Stekelenburg in de game. Belachelijk, man. Kijk hoe deze bal binnenvliegt. Dit gaat helemaal nergens over. Ja, hier word je toch wel een beetje moe van, zeg. Het is nu de laatste week is het wel de hele tijd prijs schieten, hoor. Kudus die hier niet doorloopt. Ach, joh. Hoe kan hij hem daar nou zo chippen over de keeper heen? Ja, chippen is het niet, maar weet je hoe die bal over de keeper heen vliegt? Dat slaat nergens op, man. Hij staat 3 meter voor zijn lijn. Nog niet eens. Schmitz. Het wordt... Het is toch wel weer... Je weet gewoon wat er gaat gebeuren. I called it. Je ziet het gewoon gebeuren. Je weet het. Je kan er niks tegen doen. David Neres. Oké, die truc, dat werkt ook niet meer. Laten we daar alsjeblieft mee stoppen, coach. Je zet jezelf echt voor lul. Schmitz. Het is nu week in week uit hetzelfde. Now, let's see what they je lijkt er niet here. Van te leren. Top class defending. In de voeten en toch de bal kwijt. Ai. Mashash. Kom op. It did appear that they might be onto something, but not so. Dusan Tadic. Het lijkt wel alsof we onze mojo helemaal kwijt zijn hier. And space to cross it. Jezus, wat een voorzet en kopbal, zeg. Ja, dit doet me pijn, jongens. Maar om nog heel even terug te komen op Ronald Koeman en Bart... Lucas Schmitz. Oké, dit is even buffelen, want we zijn het helemaal kwijt. Ik wou zeggen, om Schmitz. Nog heel even terug te komen op Ronald Koeman en FC Barcelona. Dat heeft ook een beetje te maken met het wandelgangengerucht wat deze week verscheen. Dat Ten Hag op het lijstje van FC Barcelona zou staan. Ik kan het niet serieus nemen. Koeman heeft het echt fantastisch gedaan bij Barcelona. Ik denk dat maar weinig trainers dat beter zouden doen. En dat hele opportunisme van het Spaanse voetbal. Dat gaat af en toe echt helemaal nergens over. En dat zien we nu... Ach! Oh, man! Wat gebeurt hier de hele tijd, zeg? Wat een kut game is dit, zeg. Jezus Christus. Ongelooflijk dit. 3 keer pak je daar de bal af. 3 keer. For no apparent reason gaat hij door de benen. 3 keer. Ja, er is geen ruimte. Er is helemaal niks. Ongelooflijk. Jongen. Niks aan de hand, hè. 2-0 voor. Als je dan kijkt hoe die doelpunten vallen, lachwekkend. Er is hier niks te halen. Er valt hier echt niks te halen. Kijk dan. And players waiting in the center. Tadic. Dangerous looking attack. 3-3. Oh, nou, hoe deze wedstrijd ook eindigt,
Gaat nergens meer over. Wat een onzin. Wat een onzin, zeg. Zullen we het maar over positief nieuws hebben dan? Stekelenburg, contract verlengd. Jurgen Ekkelenkamp, zijn contract wordt opengebroken en verlengd. Ondanks dat hij dit seizoen niet heel veel aan bod is gekomen, ziet Ajax in hem toch nog steeds een heel groot talent. Hij maakt in 2018 zijn debuut. We kennen allemaal natuurlijk nog die legendarische heupworp bijna bij Cristiano Ronaldo. Dat deed hij mooi. David Neres. Kudus. Can they nudge in front late on here? Oh, wat is dit? Ah! Jonge. Ongelooflijk. John. Ik heb echt hekel aan deze game. Ik ga alleen nog maar PES spelen, jongens. Volgend seizoen is het PES. Vergeet het maar. Ik ben er klaar mee. Jonge. Dit gelooft toch niemand? Ajax, VVV, 3-3. En als je ziet de doelpunten die dan vallen. Daar gaat je hartje toch een klein beetje van bloeden, of niet dan? Ah ja, het is wat het is. Jullie zullen het hiermee moeten doen. 3-3. Ik ben geïrriteerd. Ik ben zagrijnig. Vergeet FIFA. PES is where it's at. En wat een flauwekul. Daarnaast staat Sulemana hoog op een lijstje van Ajax. Was ik niet aan toegekomen. Maar Ajax ondervindt hevige concurrentie. De aanvaller van FC Noordjylland. Die scoorde onlangs nog. Terwijl Mark Overmars op de tribune zat. En Erik ten Hag ook al heeft aangegeven in de media. Dat hij echt een versterking ziet in Sulemana. Moet de opvolger van David Neres worden natuurlijk. Alleen Manchester United schijnt al een bod uit te willen gaan brengen. Van 17,5 miljoen. Dan vraag ik me af in hoeverre Ajax mee kan dingen om deze speler. We zullen het gaan zien. Voor nu, we hebben nog 2 wedstrijden gegaan. Ajax VVV Venlo 3-3. Gaat helemaal nergens over. Gaat vandaag ook niet gebeuren, ben ik bang. Dus ook deze voorspelling zal niet kloppen. En dan hebben we nog eentje te gaan tegen Vitesse. Voordat we naar het EK gaan. Voor nu bedankt voor het kijken. Thanks. Laat een duimpje achter als je dit een leuke video vindt. En vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort video's. Later.